Ik had geen 5 minuten nodig om in te zien wat voor een fantastische vrouw dat jij bent. Jij zit door dezelfde Cedric die op zijn knieën is gaan zitten voor mij. Wat doe je nu? Mag ik alsjeblieft uw nummer? Ik ben bang dat als je mij beter leert kennen, dat je mij gewoon niet meer wilt. Mama, Lars, dit is Alex. Meneer, mevrouw. Vertel eens iets over u, over uw job. Ik werk als stewardess. Oh, dan heb je al veel van de wereld gezien. Goh, vooral veel hotelkamers eigenlijk. Ik heb gehoord dat je geboekt bent. Ik mis u wel. Ik geloof u niet. Allee, kom, hè. Doe rustig. Ja, maar je moet niet ontkennen. Kom, stop alsjeblieft. Je tweeën zijn voorbij. Ah! Laat me los! Hoor! Ik denk dat ik die vermoord heb. Die greep naar mijn keel en ik heb die dat geduwd. En die tegen dat kastje gevallen. Ik kan deze echt niet meer. Echt niet. Het is een schoon koppeltje. Ja, die zijn net samen. Dan is de liefde op zijn hevigste. Hoe ga jij deze hier ooit combineren met een relatie? Wanneer moet jij terug naar de lucht hebben? Deze middag. En voor welke vliegtuigmaatschappij werkt jij ook alweer? Waarom? Daarom. Jij bent geen stewardess, je bent een hoer. Stom kutwijf! We hebben hier een duidelijke afspraak. Geen relaties. Weet Cedric hiervan? Nee. En je mocht hem dat ook niet zeggen. Ik ga daarmee stoppen. Echt, ik wil gewoon bij Cedric zijn. Floriane gaat u niet zomaar laten gaan. Ze zal wel moeten. Je hebt nog klanten van de avond. Als je terug bent, dan zal ik u heel goed verwennen. Daar kijk ik naar uit. Cedric moet dit weten. Nee, alsjeblieft. Als jij het hem niet vertelt, dan doe ik het. Ik heb je nog niet alles verteld over mij. Weet je nou die eerste keer dat je mij zag in het hotel? Die outfit is niet echt. Ik ben geen stewardess. Ik ben een escorte. Deze is allemaal een spel geweest voor je. Nee, dat is niet waar. Jij bent echt de enige voor mij. Ik heb je gesmeekt voor nog een kans. Jij wou mij niet meer zien, hè? Ik was in shock. In shock? Jij hebt je gedragen als een eerste klas klootzak, ja? Er is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om je te laten gaan. Ik kom niet terug, oké? Ik geloof je. Maar ik geloof ook dat het serieuze gevolgen gaat hebben. Ik betaal je geen euro extra. En jij gaat mij laten gaan of ik bel de frikken. Denk jij dat je mij kunt chanteren? Ik ben er zeker van dat ik dat kan. Geduwd.